Dit is het dus, dit stukje. Zo voelt het om een Tyrannosaurus Rex te aaien. Ja, dit is een afgietsel. Dit is een kapietje van de huid van Tyrannosaurus Rex. En dat huidstukje is kort geleden door wetenschappers uitgebreid onderzocht. En wat vooral zo leuk is, we kunnen nu iets meer zeggen over hoe de T-Rex er nou echt uitzag. De onderzoekers waren vooral benieuwd of er sporen van veren op de huid te zien zouden zijn. En die sporen zijn op dit stukje niet gevonden, tegen de verwachting in. De voorouders van Tyrannosaurus die hadden veren. Dus dan is natuurlijk de vraag van hoe zou Tyrannosaurus eruit gezien hebben? Zou die ook veren gehad hebben? Ja, was het een soort enorme kip? Ja. Tja, dat is behoorlijk anders dan hoe je de T-Rex in bijvoorbeeld films ziet. De dino's spreken tot onze verbeelding, omdat we ons bijna niet kunnen voorstellen dat deze enorme dieren echt op aarde hebben rondgelopen. En daarom willen we alles van ze weten en vooral, hoe zagen ze er nou echt uit? Want daar verschillen de meningen nogal over. Hadden ze bijvoorbeeld wel of geen veren? En waren ze nou groen, bruin of misschien wel pimpelpaars? En dat willen deskundigen vooral weten van de allerberoemdste, de T-Rex. Begin vorige eeuw vonden ze voor het eerst overblijfselen van de T-Rex. En lang dachten ze dat het dier rechtop zou hebben gestaan en nogal traag was. Maar later, na meer vondsten en kennis, veranderde dat idee. En weer later ontdekten wetenschappers ook dino's met veren. Zelfs een Tyrannosaurus-achtige. Maar de T-Rex blijkt nu toch anders te zijn. Geen dik verenpak voor hem. Toch denkt Anne dat hij een paar veren moet hebben gehad. Wat doe je nog meer met veren? Je kunt veren natuurlijk ook gebruiken om een beetje de blitz mee te maken. Voor de sier. Voor de sier, voor aandacht trekken, voor de balts, om partners te lokken, om indruk te maken. Waarom denken jullie dat? Nou, dat is een hele mooie vondst. Begin vorig jaar is die tevoorschijn gekomen. Daar hebben ze kuilen gevonden. Er zijn ook sporen, pootafdrukken van die vleesetende dino's. Maar die hebben daarna kuilen in de grond gekrapt om te laten zien van kijk eens wat ik mooie kuiltjes kan graven, mooie nestjes kan maken. Met zijn achterpootjes. Met zijn achterpootjes. En dat gedrag doet een beetje denken aan wat sommige vogels nog altijd doen. Dat is ook niet zo gek, want volgens deskundigen stammen vogels af van de dino's. Denk daar maar over na als je weer eens een kip voorbij ziet scharrelen. Goed, terug naar de T-Rex. Hier zie je hem afgebeeld met een flink verenpak. En tekeningen zoals deze helpen om een beter beeld te krijgen van hoe hij eruit moet hebben gezien. Maar ja, deze klopt niet meer. Dus tijd voor een metamorfose. Dan hebben we hier die schubben en dan hebben we hier dat gedeelte waar die poot wat groter is. Bijvoorbeeld zo, hè? In het begin van de klauw. En dat je hier echt ziet dat hier wel veren hebben gezeten. Een paar pluisjes. Ja. Ja. Dus een paar sierpluisjes erop, dat lijkt me heel goed. Ja, net als bij een gier, hè? Die zit natuurlijk ook altijd met zijn bek in de... Ja, maar die heeft dan wel een kale nek. En als we dan nu nog verder fantaseren, kleuren? Wat denk je van blauw? Dus wie weet was die indrukwekkende, vleesetende T-Rex wel een heel kleurrijk dier. Wanneer weten we nou echt 100% zeker hoe die T-Rex er nou uit heeft gezien? Dat wordt heel moeilijk. Dit is natuurlijk ook weer zo'n hele leuke vondst die ons er weer iets meer over vertelt. Maar er blijven nog steeds grote vragen. Wat voor kleur had hij? Dan zouden we ook nog fossiele kleurdeeltjes moeten vinden. En dat blijft eigenlijk nooit bewaard. Dus ik denk dat de kleur van de T-Rex, dat zal... voorlopig nog gewoon een gok blijven. Dat is nog het grote mysterie dus. Het grote mysterie van de T-Rex.